Instagram swipe-up functie zonder 10.000 volgers te hebben. In deze video leg ik je uit hoe je dit kan doen. Hola, welkom ambitieuze ondernemer. Elke week weer deel ik hier tips over sales en videomarketing voor ondernemers. Abonneer je en je hoeft geen waardevolle video's meer te missen. Klik ook op de notificatiebel en laten we gaan kijken naar hoe kan jij een swipe-up functie toevoegen aan jouw Instagram stories. Nou, de swipe-up functie van Instagram is misschien wel een van de allerpopulairste functies van dit platform. En het grote voordeel ervan is dat als je bijvoorbeeld een e-book promoot of je organiseert een workshop of je wil gewoon meer aandacht voor jouw website, dat je dan heel makkelijk een link kan toevoegen aan jouw Instagram stories, waardoor mensen alleen maar hoeven te klikken en ze komen gelijk op de pagina terecht. Dus je maakt het ze heel erg makkelijk. En eigenlijk hoe makkelijker het is, hoe groter de kans ook is dat iemand ook daadwerkelijk die pagina gaat bekijken of bezoeken. Nou, hoe doe je dat? Wat heb je nodig? Als eerste, je hebt de Instagram app nodig, uiteraard. Je hebt de IGTV app nodig, dat ziet er zo uit. Je hebt een filmpje nodig van minimaal 1 minuut. Het kan ook een foto zijn, maar het moet minimaal 1 minuut lang zijn. En natuurlijk mijn instructies. Stap 1. Wat we als eerste gaan doen is een filmpje maken die we straks gaan gebruiken voor onze Instagram stories. Nou, ik heb zelf een voorbeeld gemaakt. Dit ziet er zo uit. Die heb ik ook net gedeeld op Instagram. En deze ga ik zo meteen ook gebruiken voor mijn Instagram stories. Het filmpje dat ik net heb gemaakt, dat ga ik toevoegen aan IGTV. Nou, hoe ziet dat eruit? Nou, wat ik toevoeg is dus de video. Ik selecteer de video, die zet ik online. Dan vervolgens voeg ik er een titel aan toe. En de link, dit is heel belangrijk, de link waar ik wil dat ze heen gaan uiteindelijk. En in de titel zet ik ook iets van een pijltje, zodat duidelijk wordt dat je ergens op moet klikken. Vervolgens maak ik een foto die ik zo meteen ga gebruiken voor mijn Insta stories. Nou, deze foto is prima om zo meteen op Insta stories te delen. Dus ik pak weer even mijn mobieltje erbij. Ik open Instagram. Ik voeg de foto toe aan mijn stories. Daar voeg ik dan ook iets toe van swipe up. Dus gewoon een gifje die ik eraan toevoeg, zodat duidelijk wordt dat je inderdaad naar boven moet swipen. En ik zie hier dus een paperclip, heel erg handig. En dat is waar ik de mogelijkheid heb om de video die ik eerder op IGTV heb gezet, om die te linken aan deze story, waardoor mensen dus gelijk kunnen zien dat er een video is met een link. Nou, dat voeg ik dus toe en dan zet ik hem online. Nou, en hoe ziet dit er vervolgens uit? Nou, als iemand anders de story bekijkt, zal dit er zo uitzien. De persoon ziet jouw nieuwe Instagram story, swiped up, klikt erop en komt dan terecht bij, in dit geval mijn YouTube kanaal, maar in jouw geval jouw website of een landingspagina of een inschrijfpagina of wat dan ook. Nou, iets meer stappen die je moet nemen als je nog geen swipe-up functie hebt. Maar het goede nieuws is, het is gewoon mogelijk om een link terug te voegen aan jouw Instagram stories. Zodat je ook meer verkeer kan genereren voor een bepaalde pagina, je website, je YouTube kanaal of iets anders. Wil je ook met eigen zelfgemaakte gifjes aan de slag in jouw story zoals deze? Ik heb hierover een hele handige video gemaakt. Dat is deze. Like deze video als je hier wat aan hebt gehad. Abonneer je zodat je geen waardevolle video's meer hoeft te missen. En ik zie jou graag weer bij de volgende video.